Ik heb een creditcard en ik wil een paar dingen bestellen online, maar via jullie laten halen naar Suriname. Maar ik wil weten, wat is de procedure en ben ik verzekerd? De procedure is nu gewoon dat ik u ga registreren. Ik heb daarvoor uw ID-card nodig. U krijgt een PBM-nummer van ons en u kunt daar online shoppen. Ten aanzien van de producten bent u sowieso verzekerd. Tenzij er iets gebeurt met uw product, wat verliest of het kan beschadigen aan, wordt u afgerefund. Of we bestellen een nieuwe voor u. Zo maar zeggen, als je iets bestelt online en de ding is beschadigd of ze hebben het gestolen, dan koop je die tori direct terugkomen of ik krijg mijn geld terug. Ja, klopt. Nice. Ai, technology. Thanks man, thanks. Ai. Zo, ik heb net mijn Skullcandy headset, mijn wireless Skullcandy headset verkocht hier bij Technolobby aan de tweede rij, nummer 94. En die tori is wireless. En dat ziet er zo uit, de Skullcandy. Dus je kan die man dragen en gewoon overal gewoon wireless je ding doen, snap je? En met de complimenten nog steeds van 22 hier. En dan moet goed heb je nog steeds balance wheels die je gaat kopen bij iTrends. Gaan we nu naar de volgende prank. In Suriname hebben we het gedaan. Zou je met mijn twee ballen willen spelen? Razend populair. Nu heb ik diezelfde toy op Curaçao gedaan. Verdragen die Antillianen? Of verdragen ze niet? Laten we kijken hoe het is gegaan. Ik heb een vraag, hè? Dat mag. Een Nederlander? Een klein beetje. Een klein beetje. Oké, okay. ik heb mijn linkerbal is kleiner dan mijn rechterbal. zou je het kunnen voelen voor me om te kijken? Nee. Huh? Ik geef je €500. Nee. Ik zoek al de hele tijd op het eiland naar iemand die dat graag wil. Nee, geen verstand van. Wat? Nee, geen verstand van. Ik kan u wel zeggen wat u moet doen. Nee, ik wil het zien, helemaal niks in. Nee? Nee, echt niet. Is omdat die vrouw hier is? Nee, het is niks van mij, sorry. Nee? Nee. Nou ja, maar. Op mijn spaar. Oké, goed, dan mag je maar vast deze houden. Dan hoor ik het. Ik heb twee ballen. Zou je met ze willen spelen? Ik heb vanochtend al met ze gespeeld. Ja? Ik heb vanochtend al met ze gespeeld. Met jouw ballen? Ja. Maar zou je nog met voor mij willen spelen? Om met jou te spelen? Ja. Waarom? Huh? Waarom? Je bent een leuke jongen, man. Ja? Ja. Ik geef dat. Ja? Kom dan. Kom dan. Oké. Okay. We nemen maar vast één. Hoe laat ben je klaar met werken? 6 uur. 6 uur. Oké. Okay. Moet ik je op? Moet ik je hier nemen? Dan kunnen we naar mijn hotel om met die ballen te spelen van me? Nee, ik moet hier van hier een andere plaats gaan werken. Oké, okay, kan ik daar komen dan om met die touch met ze speelt? Ja. Oké. Maar ik hoef je niet te betalen of je gaat het gratis doen? Ja. Je gaat het gratis doen? Ja. Oké, is goed man. Ja? Sorry. Nee. We zijn in gesprek. Nee. Geen idee. We zouden niet met die. Nee. Ik moet er meer. Nee. Oké. Fijne dag. Huh? Fijne dag. Waarom? Ik heb het zeker. Zou je met ze willen spelen? Wil je naar de dokter gaan zodat je gaat kijken wat het probleem is? Ik dacht dat je gewoon een vraag zou stellen. Dat je zoiets kan vragen om met je ballen te spelen. Wie denk je dat ik ben? Een normaal persoon natuurlijk. Yeah. Hey. They're itching. Don't do that, man. Huh? Why are you doing? Disrespect me? No, don't do that, brother. Listen, man. Don't do that, man. No? What are you doing? I'm searching listen, for someone who... Listen, don't do that again, man. Excuse me, please. What? Met twee ballen was spelen? So, yeah. Op wat ben je? Op wat ben je, bro? Huh? Op wat ben je? Waar? Op wat ben je? Met twee ballen. Met twee ballen? Ja, met twee ballen. Hoezo? Deze twee ballen. Green, kom die grappen niet doen, man. It's a joke.